Oh, Keejer Daily Challenge tijd. Eh, uh, ja. Yeah. Um. Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Oeh, dit is een weg. Ik dacht dat het in een, uh, Een ding was. Een, uh En hallo, dit is precies wat ik eigenlijk wilde. No Bellinzona Noord. Wat is dit? Oh, dat was ook echt dat ene bord. Alleen maar. Hmm. Zouden. Nee, ik wil terug naar de snelweg. Dank je. Dit is undo last move yes oké okay, tot mooi nee wat well, ik ik klik daar niet eens en mijn 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 oh ik klik toch vrij duidelijk daar zeg maar. Nee. Oh my god. Echt serieus onmogelijk. Ik zie dat verder op een bord hangen. Ik wil daar naartoe, jongens. Oké. Okay. Lugano. Oké. Okay. Lugano is het niet? Uh... Laten we heel even concentreren op de locatie. Lugano Gano. Ik denk dat het. Ik zie je wel? Oké, okay. ik ben zo'n dag. Een snelweg waar een bergetje langs loopt. <laughs> ik geef me er een. Ik ben al blij dat ik in ieder geval in eerste instantie al dacht dat het. Uh, ding is. Maar dat, dat undo move. Dat werkt dus gewoon echt compleet niet. Hè? Laten we dat duidelijk over zijn. Oh, leuk. Dit is echt fantastisch. Er is dus iemand op een fiets. En zoek het maar uit, jongens. Um, ja. Jongens, ik ben echt niet zo thuis in de natuur dat ik weet wat het is. Ik vind het vrij knap dat jullie dat van mij verwachten, maar. Um... Nee, ik wil vooruit. Ik heb echt geen. Een beetje gebaseerd op, op natuur die ik zie, zou Christian zeggen dat dit, um, hoe heet het. Hoe het? Oké. Okay. Dat het Afrika is en Madagaskar was het eerste wat met de binnenschoot. Dat kan overeenkomen met het Frans wat we hier zien. Het was ook een Afrikaanse mevrouw. Uh, ik, dit zou makkelijk. Ik bedoel, er, er zijn meerdere kolonies in Frankrijk. Hè? Vergeet dat niet. In Frankrijk, uh, Franse kolonies geweest in Afrika. Dat moet ik hebben. Het liefst zou ik eigenlijk een. Uh... Wacht even. Dit is Madagaskar. Dit is hetzelfde shirt dat die uh, jonge dame droeg die op die trap uh, liep. Dus ik denk dat die mensen van Mountain Designs dat die uh, Madagaskar ge, ge, gedaan hebben voor uh, Google Maps of anders Afrika en dit is een ander Afrikaans land. Dat kan ook nog. We zullen het over 30 seconden zien. Ik hoop eigenlijk, maar ik denk dat ik daar niet goed genoeg voor zit. Het is Afrika. Laten we daar duidelijk over zijn. Dat, dat is het sowieso. Tenzij dit een of andere twist naar me toe gooit, dat dit. Ja. Uh... Yeah. Dat dit. Het... Ik zou niet eens weten wat het anders zou kunnen zijn. Als dit niet. Zeg maar. Niet in Afrika zou zijn. Hè? Dat die Madagaskar zou zijn, dat kan ik nog wel. Moet je kijken, joh. Ik zet hem in het midden. Uh, 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 Fricking frick zeg. Oh. Ik kan niet die kant op, nee. Uh, Fijn. Ehm. Uh, um. Ja, dit is ook weer Afrika. Uh, Ghana staat nu op nummer 1 voor mij, op dit moment. Maar goed, dat, dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Dan in ieder geval het in Ghana wegzetten. Uh... Dit helpt voorlopig nog niet heel veel. Oh, wacht even. Ze rijden links. Uh, ik denk niet dat ze links rijden in Ghana. Ik denk dat Ghana. Dan is dit waarschijnlijk niet keren, ja. Een auto die volgt. Ja. Yeah. Is het zeer waarschijnlijk Nigeria, zou ik zeggen. Uh, um. Maar goed, dat zegt voorlopig nog niet heel veel. Ik denk. Niet dat het Kenia is. Maar goed, ik heb al, ik bedoel, ik heb vandaag. Maar nee, ik heb vandaag nog niet fout gezeten. Maar Nigeria is groot, dus. Eh, uh, versierde busjes is juist weer een ding van Kenia. Maar goed, ik zie één versierd busje, twee versierde busjes. Wat stond op de zijkant van dat busje? Hallo? Niks. Uh, uh, ik dacht dat er misschien een vlag of zo op stond. Ah, crap, daar was ik al bang voor. Maar eerlijk is eerlijk, waarschijnlijk had ik hem dan ergens hier geplaatst, dus dan was het nog niet heel veel punten geweest. Jeetje, wat is het met de fotosfeer vandaag? Ja. Uh, yeah. Ik heb geen flauw idee wat dit gaat zijn. Ehm, um... jeetje, De... ik heb echt geen idee. Er nou, zaten dat daar lopen plaatselijk mensen. Dat ziet er uit alsof dat mensen van wat zou dat zijn, joh. Ehm um... Ik denk niet dat het kwam is. Ik denk. Tja. Nou, hey, dan ben ik eigenlijk wel blij dat ik. Uh... Ik heb echt geen flauw idee wat dit zou zijn. Echt oprecht niet. Ik zit te denken aan. Maar ik weet niet in hoeverre dat hierbij zou passen. Ik denk niet namelijk dat. Er is dus veel afval, veel water. Het feit dat ze mensen wandelen is voor mij een teken dat je kunt. Er rondheen kan wandelen, zeg maar. Wat ik zeg, ik denk niet dat het kwam is. Denk ik. Maar ik denk dat dat iets toeristischer is. Ik zoek eigenlijk. Ik weet niet waar ik dat moet vinden. Ik denk niet dat het dat is. Ik zoek eigenlijk. Ik hoop het eigenlijk. Dan zie ik er nog slimmer uit dan dat ik al. Uh... Oh, wauw, het, het, het. Oh. Oh ja, dat had ik echt nooit van zijn leven geraden dat het daar was. Echt absoluut niet. Nee, absoluut niet dat ik dacht dat het daar was. Jeetje. En uh, dit... Oh, dit is een nare. Want is dit... Groenland of... Oh my. Goed, dat was niet de bedoeling. <laughs> is dit Groenland of gaat dit Antarctica zijn? Het probleem is... Ik, oh, ik denk niet dat er boven de 10.000 gaan uitkomen vandaag. Ik denk dat het Groenland is. Ik denk niet dat... Uh, of misschien wel... Ik, ik heb echt geen idee. Ja, het is Groenland, denk ik. Excuus daarvoor. Alleen ik heb geen idee waarom, koelot, dat dit is. Dus, dit is sowieso wat ik zeg. Misschien heb ik het dat ik het goed heb aangeklikt. En ik bedoel, ik kan wel gaan bestuderen welke baai dat dit is. Maar waarschijnlijk kom ik dan echt. Ik bedoel, ja, yeah, sure, het zou deze kunnen zijn. Ik ga ervan uit dat daar de ding is, dus een beetje noordelijker. Dan zou je eerder denken dat. Dat, ja, dat zou bijvoorbeeld wijze zo ik spreken ook. Op zich is dit wel interessant, want het lijkt erop dat richting het noorden de uitgang van die baai is. Van de baai, wat die nou is, hè, Dus. Dan zou hij eerst naar het noorden moeten varen om eruit te komen. Het zou dan daar kunnen zijn. Het zou ook hier. Kijk, dit bedoel ik. Dit... Meer dan genoeg dingen hier ook waar het zou kunnen zijn, zeg maar. Ik zeg, want daar is geen uitgang. Ik denk dat de uitgang achter dat schip ligt. Zeg maar hier. Als ja, dan zit dat schip, zit gewoon vast daar. Dat, dat denk ik ook niet dat het antwoord is. Het zou het zijn. Het zou wel kunnen, misschien, ik weet niet. Dan is het de meer. Dat, uh, we zullen zien. Het was wel Antarctica. <truimert> Deception Island. Ja, nou, ik ben uh, inderdaad nogal uh, gedecept. Veel summary. Jezus. was geen goede ronde. Maar goed, aan de andere kant. Uh, met die laatste had ik het sowieso niet gered hoor. Laten we daar duidelijk over zijn. Oei, oei, oei. Laat maar hopen dat het dan. Uh... <laughs> het gaat de laatste tijd niet heel goed, zullen we maar zeggen. Uh, maar goed, dat is het voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge en dan zeg ik tot morgen.